kijk nog steeds naar Koffietijd. Donderdag, aankomende donderdag, is het tweede deel van de razend populaire film Soof in de Nederlandse bioscopen te zien. En hier zit Soof, hè? Gewoon Lies Wissendijk. Ja, Lies, wat kunnen we eigenlijk van Soof 2 verwachten? Ik snap het al een beetje zo, ja, als ik het zie. Nou, Soof 2 gaat er eigenlijk een beetje over dat als je dus gaat scheiden, dat je het vooral een beetje voor jezelf leuk moet maken. Dat je een beetje lief voor jezelf moet zijn. En dat je ook wel eens daar heel opgelucht over kan zijn. Ja, ja. En dat geldt voor alle partijen? Ik denk dat de ene partij wat sneller opgelucht is dan de andere partij, eerlijk gezegd. In mijn geval, in het geval van Soof, is het Casper, mijn ex, die is iets sneller opgelucht. Die krijgt ook al heel snel een hele leuke, knappe vriendin. Oh ja. En mijn opluchting komt wel even later. Ze moet er wel voor vechten. Ja, ja. Maar er passeren toch wel een hele hoop leuke mannen de revue, heb ik zo begrepen. Ja. Dus, dat wel, ja? Ja. Bijvoorbeeld, ik denk aan... Ik denk aan een Ahmed Akabi, een Dan Carity, een Daan Schuurmans. Een? He? Nou ja, Fetja van Huwet, maar daar ben je eigenlijk vanaf. Ja, nee, vanaf. Daar ben ik van gescheiden. Ja, maar goed, speelt toch wel nog een rol in je geestesleven. Dat vindt iedereen maar eigenlijk zeggen. Ook heel erg, hoor. Ja, maar goed, allemaal leuke mannen. Veel daarvan zitten in de film achter je aan. En al die mannen hadden we gevraagd om even een leuk filmpje op te nemen. Ja. En we zouden het ook allemaal doen. Maar ze hebben het niet gedaan. En dan zie je maar weer dat het toch allemaal flapdrollen zijn. Behalve Dan Carity. Maar die was hier ook vrijdag. Die heeft een filmpje voor je. Let op. So Lies is just, she's such a wonderful person. Felt like from the first time we met, it felt like we were old friends. And just had wonderful conversations. And we're open and honest with each other from day one. And I think that just kind of came over into the film as well. We just had an instant comfort with each other, an instant chemistry. And she's just a joy to work with and a great friend. Yeah. Wat fijn om te horen. Ach, dat is ontroerend, zeg. Die instant chemistry. Zo, ja, dat is ook zo. Ja, ja. Dat geloof ik graag. Maar dat geeft ook een band wat heel intens eigenlijk is. Hè? Nee, absoluut. We hebben eindeloos... We hadden heel veel nachtopnames in Soof 1. En toen hebben we eindeloos zitten praten en lachen... en kattenkwaad zitten uithalen. En ik ben heel, heel erg op Den gesteld. Ja. Je bent ook een klein beetje ontroerd. Ja. Ik ben er een beetje rood van ook, hoor. Ja. Nee, dat bedekt de schmink. Dat is heel fijn. Ja. Oh, wat zoet. Ja. Wat leuk. Ach, wat lief. Ja.